Greenleaf Foundation for Empowerment and Development heeft zaterdag een educatieve ochtend georganiseerd voor de kinderen van Huize Samuel. Deze activiteit was een debuut voor de jonge stichting. Doel: het versterken van de samenleving, in het bijzonder vrouwen en meisjes. De jongens en mannen worden echter niet uitgesloten. Het thema van de educatieve ochtend was beroepen. Wat wil ik later worden? De voorzitter van Greenleafs, Melissa Deel, zegt dat de stichting met deze activiteit de jongeren wilde prikkelen om na te denken over hun toekomstig beroep. Zo'n beetje gericht bezig te zijn in hun studie en op zoek gaan naar informatie. Maar waarom doen jullie dat? Nou, het is een groep van mensen die terug wil geven aan de samenleving. We hebben allemaal onze studie gedaan. We werken ergens, maar het is voor ons niet genoeg. We willen meer doen dan we al doen. En deze manier is voor ons een manier om terug te geven aan de samenleving. En voor onze kick-off activiteit hebben we dus gekozen voor Kinderhuis Samuel. Ik had het dus over adolescenten. Jullie hadden speciaal een bepaalde doelgroep. Ja, we hebben gewerkt vandaag met jongeren tussen de 17 en 20 jaar. En het was een gevarieerde groep, jongens en meisjes, zitten op de MULO-school, middelbare school, variërend van de MULO-school, het NATIN en lagere beroepsopleiding. Volgens Deel was de reactie van de kinderen heel positief. De dagindeling was 's morgens een ontbijt, gevolgd door de film Hidden Figures. De dag is afgesloten met de presentatie van een motivational speaker, Michaela Leeuw. En de jongeren waren er zeer enthousiast over, vooral toen Michaela er was. Het is mooi om het allemaal te vertellen en dus met ze van gedachten te wisselen wat ze willen worden, hoe ze omgaan met hun talenten. Maar als ze iemand meemaken die het zelf doet, een jonge persoon zoals hun, een meisje die op het NATIN zit, cello bespeelt, cello lessen verzorgt, taekwondo doet, drumlessen volgt. Dus tal van activiteiten, dat was voor de jongeren een heel mooi moment om met haar van gedachten te wisselen. Want net zoals iedereen, dan krijgt ze dus ook mooie uitdagingen om mee om te gaan in al de activiteiten waarmee ze bezig is. Deel geeft verder aan dat Stichting Greenleafs een plan is een reeks activiteiten te organiseren. Het is ook de bedoeling om met deze jongeren de jongereninformatiebeurs die binnenkort wordt gehouden te bezoeken. De organisatie blikt tevreden terug op de educatieve ochtend. Ze brengt ook dank uit aan de kinderen van het Kinderhuis Samuel die flink hebben meegedaan aan de activiteit.